Vandaag is het zondag 6 januari. En morgen is mijn broer jarig. Oh, hi, Paul. Maar morgen is het maandag en dan moeten we allemaal weer naar school toe, helaas. Dus dan vieren we vandaag de verjaardag van Rick. Maar wij moeten natuurlijk ook even naar de manege toe. Dus gaan we de paarden even loszetten. En dan wordt solarium. Kijk, ze staat er al, mijn paardje. Hallo meisje, was je daar? Hi. Alles goed? Voel je je happy? Ik ga je even op het bord zetten, ja? Oké. Eindelijk mag ze weer los. Ze heeft net gerold. Eigenlijk wil ik het filmen. Het voelt ze wel lekker, maar ja, nu heb ze allemaal zand in de neus. Dus dat geeft kriebeltjes. Dus ze mag weer lekker los met haar vriendinnetje. Paard is blij. Paard mag weer los. Hallo Henja. Ja, jij stond steeds in mijn bel. Vroon is niet zo'n kriebelaar. Nee, ik weet het. Eigenlijk is het de ideale verwarming voor de winter. Poetsen onder het solarium. En daarna gaat het regen. En dan warm. Lekker hoor. Maandag vandaag, de zuster werkstukken maken. Ja, alweer. Ik ga op Verona rijden. Die is gisteren vrij geweest, maar met kruppelheid wil ik een beetje de... Nou ja, de kruppelheid lijkt over. Maar nu lijkt ze dus last van de buik te hebben. Dus om de dag wil ik wel dat ze even... gereden wordt. Kort. Ja, rustig. Ik heb ook pony duty. Dus dat betekent dat ik de ponies even mag doen. Dus die gaan even in de stapmolen. Kijk, daar staan ze allemaal al te kijken. Zien jullie dat? Belletje, Henja. Dus die staan al te wachten tot ik kom. Mijn paard niet. Mijn paard zegt, je zoekt het maar uit. Nou, ja, daar zijn ze allemaal. Dus dat ga ik even doen. We hebben een nieuw halster, ja, van Spooks. Niet gesponsord, gewoon zelf betaald. Ja, die andere is kapot, dus dan wordt het tijd voor een andere. Tadaan! Vind je hem aan? Hij zit op de hoogste. Ik denk dat ik hem eentje los voor doe. Dus hij zit nu wel heel hoog. Ja, hij zit nu wel heel hoog. En Pony Judy, dus Senja en Bel mag in de molen. Hi schat, ga je mee? Pas toch. En daar is die andere. Ga je ook mee? Tuurlijk. Touw van Bella was poef. Dus moest even die van Verona pakken. En nu gaan ze allebei in de molen. En jij wil altijd eerst. Dus dat doen we ook. Hé, ja, dat is natuurlijk wel de baas, hè. Ga maar. Zo. Bel er even achter. Dat we eventjes aan en dan gelijk weer uit. Klein stukje. Zo, loden. Oh, je halster zit raar. Ik moet even de halster goed doen. Kom eens, Bel, je halster zit raar. Hey. Zo, ze staan. Halster zit goed. En dan mag ze eventjes lopen. En dan ga ik Verona even zadelen. Maar niet even. Ik ga Verona poetsen en zadelen. Ik sta nu even onder rekentekst. Kan ze alvast een beetje opwarmen. Ik moet even de timer zetten voor de ponies. Ponydienst. Kijk, Verona heeft wilde paardenharen. Kun je komen wat je wil. Maar dan gaan we natuurlijk nooit meer goed staan. Geef niet. Hebben we allemaal wel eens. Nee, precies. Zo, we hebben 32 minuten gereden, dus dat is niet onwijs lang. Dat is ook niet heel kort meer. Ik moet zeggen, het ging eigenlijk wel heel goed. Waar ik het meest bang voor ben, is de been
blessure weer omhoog halen. En aan de andere kant te weinig rijden doordat ze, en dat ze weer koliek krijgt. Dus het is best lastig. Ze heeft nu 32 minuten in deze bak rondgehobbeld en niet één keer gepoept. Dan zou je zeggen, wat maakt het uit? Nou, normaal gesproken heeft ze al zeker 3-4 keer gepoept. Dus de hele stelsel ligt gewoon niet lekker. En dat is altijd wel een zorg. Dat vind ik altijd vervelend. En dan hoop ik altijd dat het er zo meteen toch weer uitkomt. Ja, ik kan het natuurlijk ook niet uit toeveren. Dus ik moet toch maar afwachten totdat haar lichaam aangeeft van oké, het kan er allemaal weer uit. Maar ze lijkt verder wel happy en ze is ook niet gaan bokken of weet ik veel wat. En helemaal aan het eind was de camera inmiddels wel uitgevallen. Heeft ze zelfs heel eventjes nog de kleinste keer mijn teugel gelopen. En kon ik er iets meer naar binnen buigen. Nou, voor de rest is het natuurlijk alleen maar bewegen geweest. Dus ben ik daar eigenlijk verder niet mee bezig. Behalve haar zoveel mogelijk te ondersteunen terwijl ze aan het rijden is. Of van ook best niet aan het rijden. En zo min mogelijk overlast te veroorzaken. En dat is natuurlijk best lastig. Maar nu heel zachtjes aan gaan we toch weer proberen op te pakken. Dat het allemaal wat beter met de buikspiertjes gedaan wordt. En wat meer op paardrijden gaat lijken. Zodat ze zich wat meer in moet gaan spannen. En ik hoop dat dat de darmen dan ten goede komt. Weet je nooit. Ik wil alleen maar hopen. Nou, hier kan je in de spiegel zien dat ze verder wel relaxed is. Dus dat betekent dat ze niet echt pijn heeft. Want dan zal ze wel met lopen. Dus dat is ook wel belangrijk. En ja, nou ja, de darmen maken een hoop herrie, dus op zich ligt ze in ieder geval niet stil. Dat is ook fijn. Kijk, daar is ze. En daar is ze ook. En voor de rest lijkt ze weer goed ontspannen nu, dus nou ja. Ik denk dat ik er morgen dan gewoon weer laat stappen en eventjes in de molen en wandelen natuurlijk. En dan is het morgen is dinsdag, dus dan woensdag ga ik er dan weer op. Dan donderdag weer stappen wandelen. En dan is tot donderdag, vrijdag kinder op en dan kijken we natuurlijk weer hoe het gegaan is. En als alles dan nog steeds goed gaat, ja, dan gaan we wel iets uitbreiden om te kijken of we die darmen meer op gang krijgen. Dus dan vind ik het wel fijn als we weer, ja, nu ook een paar rondjes galoppeert, maar dan gewoon ietsje langer weer galopperen, ietsje langer draven, wat meer werken. In de hoop dat dan alles weer zijn plekje vindt. Zo, ponnetjes gaan rijden. Allemaal op een rijtje van groot naar klein naar grootst. Daar. Het is vandaag een beetje donker, dus we gebruiken vandaag het lampje. Ja, lampje. Ik van het lampje. En het was een beetje waaierig. En er stond storm. Ja, en het was ook een beetje regenachtig. Nu, we waren net in de auto. Ineens. Ging al het regen. Wat ze dus bedoelt is, ze stapte in de auto, deed de deur dicht en toen begon te kletsen.
Ja. Ben je ook gereden vandaag? Ja. Was er nog stout? Een beetje. Doe mee toch? Ja, viel wel mee. Ik wou zeggen, eigenlijk was ze best braaf. Dat is waar. En dat ondanks de storm. Dus dat was dan wel weer knap. Volgens mij twee keer zijwaarts of zo. Drie keer of zo. Maar goed, we gaan lekker naar huis. Er was niet veel te filmen, want het was eigenlijk gewoon te donker. En ik kan niet meer een lamp achter een pony aanrennen. Nee. Verona was vandaag, nou ja, vrij is het verkeerde woord, maar aan het herstellen van gisteren. Toen heb ik gereden. Morgen ga je weer rijden. Morgen ga ik weer rijden. Dus we gaan naar huis en dan boerenkool. Met worst en surfvlees. Mmm, lekker. We gaan de auto opstarten. Nou, we gaan vandaag naar een ruitersportwinkel. Ruitersportwinkel! Dat zei ik toch? Nee, je zei iets heel geks. Ik zei ruitersportwinkel. Nou, dat verstond ik niet. En we gaan daar eens kopen. Voor mij. Voor Ikke, ja. En niet voor mij. Want mijn benen zijn een beetje dun geworden. En dus die andere laars sluiten niet aan. Dat is niet erg, want een spijkerbroek gaat prima. Maar de voering is kapot en dan krijg ik mijn voet er dus niet meer uit. Dus dan heb ik toch serieus wel iets nodig als ik een rijbroek aantrek, want anders kom ik mijn laarzen niet uit. En ik heb weer roze elastiekjes en strikjes nodig, want er komen weer wedstrijden aan. En ik hou gewoon van roze elastiekjes en strikjes zijn toch wel erg schattig. En gaan we nog wat kopen? Nou ja, het is uitverkoop. Paardensnoepjes! Oh, dus dan is het altijd moeilijk om dingen te weerstaan, maar goed, we gaan het zien. We gaan het proberen. Ja. Het is wel erg fijn, want het is nu moet, januari. Navigatie aanzetten. Heel belangrijk. Kijk, jongens. Mijn moeder, die mag je nooit ergens alleen laten waar ze het niet kent. Gegarandeerd. Ook al is het een superklein iets, of het is enorm. Ze raakt overal de weg kwijt. Echt hoor. Vroeger raakte ze de weg ook een soort van kwijt naar de manege. Dus had ze ook gewoon een... ding nodig. Oh, zeker op de dag. Nou, dan gaan we maar. Nou, gaan we naar de paardjes. Ah. Vinden jullie hem ook leuk, jongens? Ik wel. We gaan even laarsje passen. Nou, we. Ik heb al laarsjes. Ze gaat laarsje passen. Waarom gaat deze wit? Dat is modern, ma. Maar waarom zit het? En het is een luchtgat. Een luchtgat. Kijk. Van zo luchten. Oké, luchten. Ja, deze was zeg maar. Nee. Echt klopkuit, jongen. Nou, ze vond die heel leuk, alleen waren het net niet in de maat. Dan gaan we even naar de spiegel toe. Ik heb ook gevoel dat we spannend zijn, maar mijn benen zitten tegen... Dan zullen we 41 proberen? Ja. We gaan even 41 proberen, jawel, die hadden ze volgens mij wel. Nee. Wacht, kijk eens. Volgens mij had je 41 gekregen. Dit is 39. En dit is... 38. Nee. Ze hebben alleen maar 40, maar meteen zit ook tegen Jammer. Moet even kijken naar andere laarzen. Laarzen waren niet in mijn maat, dus die worden even nabesteld en dan kan ik ze ophalen. Kijk, ik ben een beetje, nou laten ze niet zeggen in paniek, maar ik ben geschrokken en eigenlijk ook wel lichtelijk in paniek. Zo erg is het nou ook allemaal weer niet. Ja. Je moet niet overdrijven, kom. Maar manegemeisjes die waren bezig om Bella en het paard naast Bella Navet uit hun box te halen en om geprobeerd en om te proberen om te poetsen. Nou, gelukkig heeft een mevrouw bij ons op de manege die heeft ze tegengehouden en daar zijn we heel erg blij mee, want mijn moeder had er net een lijn en toen had ze dat verteld. En toen was het wel even, ja. Maar we hebben ook leuk nieuws. We hebben wel wat dingen gekocht. Zal ik het allemaal laten zien? Gaan we laten zien? Ja, laat maar zien. Nou. Met dat? Ja. Ik ben beter geworden vroeger. Laten we beginnen met
We hebben twee van deze potten met snoep. Eentje is voor mij en Bella. Daar ook zo. En daarmee ga ik fruitdresseur doen en gewoon even een lekker hapje. En de ander is om... Nou, mama, dat weet jij. Ja, we hebben voor in de auto, voor in de molen. Of, nou, soms is het handig om snoep te vinden. Ja. Dan... roze elastiekjes. Want natuurlijk, ik zei al dat er wedstrijden aankwamen, dus ik moet even zo. Als ik kijken. Nou, ging even de bocht om. Dan heb ik drie verschillende kleuren strikjes. En van één kleur hebben we er twee. Dan hebben we witte, witte strikjes. Zilveren strikjes. En twee paar roze strikjes. Kijk, hier is de andere roze. Dan hebben we nog liquid snoepjes. Dan de onderste, die is niet voor Bella. Die is voor mij. De bovenste drie zijn voor Bella, Verona en Henja. Want ik vind het ook erg lekker. Ik weet het, het is paardensnoep. Maar je kan het zelf ook eten. Er zit niet echt iets slechts in wat je zelf niet mag. Dan komen we aan op de kleren. Dan heb ik... Ja, ik zou er eigenlijk alleen voor laarzen gaan. En strikjes. Maar... uiteindelijk, het was vandaag 50% korting, sorry. Alleen op de wintercollectie. Ja, en dit is wintercollectie. Dan heb ik, oh ja, het werkt wel. Oh, of niet. Dit vest. En hij heeft bij de capuchon een heel lekker bondje. Ik zag eerst eentje van Imperial Riding, maar dat was alleen in... in een grote vrouwenmaat. Dus dat was niet in mijn maat. Het was ook wel erg groot. Dan gaan we verder naar de volgende. Wat heb ik nog? Een jas. Heeft hij hier een bondkraagje. En hij heeft twee zakken. En aan de binnenkant heeft hij ook een zak. En in de zakken zit een vlies. Dan hebben we nog die schattige muts. Ik heb het bij mezelf nog niet gezien, maar ik ga een video kijken, dus dan weet ik het wel. En deze die ga ik anders gooien, want ik vind hem zo leuk. Oké, wat hebben we nog meer? Oh ja, mijn moeder. Die heeft ook een vest pak op. Het is een beetje hetzelfde als mijn vest, maar ook weer anders. Ik vind hem ook heel erg leuk. Dan heb ik hier een blauwe borstel, want mijn andere harde borstel, die was niet echt een borstel. Hij functioneerde niet goed met mij. Hij was het niet met me eens. Laten we de tafel ophouden. Oké, we gaan de volgende doen. Dan, in dezelfde kleur als mijn borstel, heb ik peeskappen. Ja, als jullie je afvragen waarom doe je het bij je hoofd. Nou kijk, ik heb een beetje last van de zon. Dus daarom doe ik bij mijn hoofd. Dan heb ik hier twee van. Twee, want het paard heeft twee achterbenen. Dan ook nog in deze kleur. Heb ik ook nog lichtblauw. Past er best mooi bij. Ik denk dat ik vandaag ook in set ga rijden. Dus met deze blauw. Ja, dat was het wel een beetje. En nu mag ik dit allemaal weer in de tas gaan doen. Als je je pony een nieuw kunstje wil leren, dan krijg je dit. Doe dan. Iets wat erop lijkt en dan mag zo'n snoepje. Het is wel een beetje eng zo. Arme Bel.
Zo, we zijn bij de buitenbak aangeland. Vrouw vond het niet zo'n goed idee dat ik erop wilde gaan zitten, want we moesten om de manege heen. En ik had niet zoveel zin om te lopen. Ik doe met Kim namelijk een challenge. Wij hebben op onze Apple Watches, kunnen je elkaar uitdagen. En uiteraard, nu Kim een eigen Apple Watch heeft ze dat dan ook gedaan. Dus nu moet ik elke dag 600 punten halen om Kim in te halen. Dus dat is wel een dingetje, zeg maar. Maar goed, maakt niet uit. Ik doe het, maar ik had niet zoveel zin om ook nog te gaan lopen. Want ik loop hem helemaal suf om te kunnen voldoen aan de challenge. Nou, daar gaan we weer stapdraf gelop. Even kijken hoe het gaat. Het is wel fris, maar het is ook wel erg mooi weer. Dus we gaan even lekker rijden. Volgens mij moet Bella kennis maken met een omgevallen bank. Dat denk ik. Ga je alweer weg? Want volgens mij zegt ze hallo. Dus het nieuwe achterpees klappen. Vroon heeft net gepoet in de bak. Dus daar zijn we blij mee. Waarom? Omdat als haar buik het niet goed doet, poept ze niet in de bak. Nu wel. Daar, een hele sliert. Moet je even rechts en dan ga ik er links langs. Dan kan ik filmen. Ja jongens, daar komt ie. Waar je al nu blij mee kan zijn. Poep in de bak. Zal ik zo even opruimen natuurlijk. Ja, flinke hoop ook. Alice! Heb je je bal nog? Goed zo. Ze heeft de bal nog. Ik heb de bal. Dan moet ik dus schoppen. Dat zie je bijna niet. Dan gaat ze hem halen. Leuk spelletje. Donderdag vandaag. En donderdag zijn nooit mijn beste dagen. Fijnste dagen. Je hebt ze vast ook wel als je op school zit of op je werk. Ze zijn van die dagen in de week. Ik sla je liever over. Bij mij zijn dat de maandag en de donderdag. Om verschillende redenen. Maar goed. Vandaag is dus donderdag. En Testies thuis, die is bezig met haar huiswerk en soms van mij haar kleren opruimen. Zucht, steun. En op donderdag rijdt Kim altijd op Bella. Dus dat vindt Tess ook vreselijk, want daar is ze gewoon jaloers op. Hoort er ook bij. Geeft ook niet, mag ook. Neem niet weg dat Bel ook het nodig heeft dat er op haar gereden wordt op een ander niveau. Dus dat is belangrijk. En het zijn de dagen dat ik heel veel achter de computer zit. En eigenlijk geen tijd wil maken om überhaupt te bewegen. Even de bal schoppen. Dan het de bal schoppen. En dan is Alice weer blij. Maar goed, het zijn dus niet mijn meest favoriete dagen. Ik spendeer ze meestal achter de computer. En ja, op een gegeven moment word je natuurlijk een beetje gammel ervan. Moet weer de bal schoppen. Nou, schop beter zonder toestel. Maar goed. Ik heb een Apple Watch en Kim tegenwoordig ook. En mijn Apple Watch zei tegen mij dat eindelijk moest opstaan. Dat doe ik dan altijd braaf. Ik loop dan ook altijd braaf een rondje. Maar twee, dat het niet zo goed ging met mijn ringen. Ik ga het laten zien. Nou, je ziet dus op mijn scherm dat Kim inmiddels voor staat. Want dus daar ben ik sowieso geen voorstander van. Die heeft 1447 punten en ik 1409. En Kim die moet nog rijden vanavond. En ik niet, want Verona die heeft vandaag vrij. En Verona die heeft vandaag een stapdag, omdat we natuurlijk rustig aan het opbouwen zijn. En zoals je ziet, heb ik pas 360 beweegcalorieën gedaan. Nou doe ik verder niet zoveel met calorieën, maar je moet een eenheid hebben. Ik heb pas 12 van de 30 minuten getraind. En ik heb pas 8 van de 12 uur gestaan. Ik heb pas 5000 stappen gezet en al met al ben ik dus nog lang niet met mijn ringen vol. En ik moet 600 punten halen per dag om bij Kim bij te blijven of er überhaupt er slaan. Kortom, ik ga een rondje lopen ondanks dat ik vind dat ik er geen tijd voor heb. Maar het is natuurlijk altijd wel veel beter voor een mens om gewoon te bewegen. Zo, ik ben weer terug. Volgens mij ben ik nog niet veel opgeschoten. Behalve dan dat mijn rode ring nu vol is, die groene niet. Dus, neem een challenge. Ook nog niet. Ik sta iets boven Kim nu. Dus ik heb nog wat te doen vandaag. Het is vandaag vrijdag en ik heb weer springles. En ik heb er volgens mijn moeder te lang over gedaan om thee te drinken en een klein worstje te eten. En
om me om te kleden. Dus ik moest zeggen dat mijn race tegen de klok aan het doen waren. Omdat ik over een half uur al springles heb. Maar in kwartier kan je toch opgezakt zijn en zo. Kan ook in een half uur, of in twee uur, of in één uur. En ik heb heel veel zin in mijn springles. Ik heb denk ik nu 2 weken geen springles gehad. Maar ik heb daarom bij de cursus ook weer heel veel zin in. Dat er vocht in de auto is en door de warmte slaat dat tegen de ruiten aan. Dan krijg je een waas van vocht op je ruiten. Ja, en nu kunnen we gewoon kijken door de ruiten. Ja, dat is wel beter. Maar met mijn springles ging het super goed. Het ging beter dan de laatste keer. Want vandaag hebben we een heel parcours gesprongen, 2 keer foutloos. En ja, ik was daar helemaal blij mee. Moet dat wat zeggen? Vandaag zaterdag. Nee, zaterdag begint dit nieuwe week. Oh. Nou, heel erg gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En vergeet niet om op het belletje te klikken, want dat is het belletje heel fijn. Nou, dan zie ik jullie morgen weer.